Goedemiddag, welkom bij Privé Sana Aqua. Ik ga even, nu even een uitleg doen over het verschil tussen de hammam, die aan de andere zijde is van de unit, en de Finse sauna. Wat is nu eigenlijk het juiste verschil tussen beide warmtekamers? Wel, het grote verschil is eigenlijk dat een Finse sauna een droge sauna is. De luchttemperatuur is, de temperatuur in de sauna is ongeveer 80 tot 95 graden, terwijl de hammam is slechts op 50 graden, tot 50 graden zelfs. Nu, de Finse sauna heeft een luchtvochtigheid tot 20%, terwijl de hammam een luchtvochtigheid heeft tot bijna 100%. Je ziet het ook, in de Finse sauna zie je geen stoom hangen. In de hammam is het natuurlijk zo dat je geen steek voor je ogen ziet, want het is echt mist. Nu, de gevolgen zijn ongeveer hetzelfde. Voor je lichaam begint te transpireren, begint dus te zweten. En de temperatuur van van de huid, van het lichaam stijgt. Je krijgt dus eigenlijk een soort van kunstmatige koorts. Sommige mensen hebben liever een Finse sauna, kunnen beter dus tegen die hoge temperatuur en lage vochtigheid. Andere mensen prefereren een hammam. Nu, beide gebruik is ongeveer hetzelfde, zoals ik juist zei. Nu is het wel aan te raden van geen Finse sauna te gebruiken wanneer je verkouden bent. Wanneer je verkouden bent, is je lichaam al een beetje in defensief om die verkoudheid te verslaan. En nu een bijkomende stress creëren op je lichaam met een verhoogde temperatuur is eigenlijk niets aan te raden. Een hammam door de stoom kan soms verlichtend werken voor een verkoudheid. Dus vroeger was het zo, toen ik nog jong was, heel lang geleden, moest je soms met een handdoek over een stoomunit zitten en op die manier, als je verkouden was, en op die manier je luchtwegen verbeteren. Je zit er nog een beetje eucalyptus bij, dat was eigenlijk heel verlichtend. Dus een hammam gaat wel als je verkouden bent, een Finse sauna is niet aan te raden. Uiteraard is het altijd zo, als je twijfels hebt over je gezondheid of over medische toestand, vraag even aan je huisdokter of specialist wat voor jou het beste is aangewezen. Mochten er nog andere vragen zijn, aarzel niet, vraag het aan onze medewerker, vraag het aan ons via de telefoon of stuur ons even een mailtje en dan kunnen wij daar gerust wat beter op ingaan. Voor de rest, ja, kan ook even kijken op onze website www.aqua.be en het mailadres is info@aqua.be. Telefoon 0468-4939-4. Ik hoop jullie binnenkort te kunnen zien en dat jullie dus verschillende andere lijnen te vinden. Wat is de Finse sauna en wat de hammam voor u doet. Tot ziens!